In de vorige video rond de verschillende lenzen die ik in gebruik heb, had ik al beloofd van deze twee lenzen in detail te bespreken. En wel omdat dit eigenlijk, ja, in dit geval is het nu een 35 en een 23 mm lens, maar zowel van de 35 1.4 heb je dit type lens, dus de f2 variant, als van dit type lens heb je de 1.4 variant. Dus dat is de reden dat ik de twee ga vergelijken. Ik weet, het zijn nu toevallig twee verschillende brandpuntsafstanden, maar ik maak toch die vergelijking omdat van beide de andere variant ook bestaat. Je ziet al meteen, als je de twee vergelijkt, het verschil in formaat. Dus deze, de F2 variant, heeft een kleinere maximale opening, dus is in zijn geheel ook kleiner te vervaardigen en is ook goedkoper. En toch zijn er een aantal features op welk vlak dat deze lens, eigenlijk die kleine, iets goedkopere lens, beter presteert dan de duurdere professionele lens. Dus als we deze even, de duurdere lens, nemen, als we daar, eigenlijk is er maar één echt goede reden om die lens te verkiezen boven de goedkopere variant. En dat is als je kost wat kost de beste kwaliteit, dus het scherpste beeld, en de grootste lensopening. Dat zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee redenen dus. En de grootste lensopening, want deze gaat tot 1.4 terwijl deze bij 2 stopt. Dus als je in, vaak in moeilijke lichtomstandigheden fotografeert bijvoorbeeld, dan zou je voor deze kunnen gaan. Of als je echt kost wat kost het allerscherpste beeld moet hebben. Want deze is een oudere constructie, maar is wel nog altijd iets scherper dan de nieuwere variant. Als we er de nieuwe dan even bij nemen. Dus deze heeft tal van andere voordelen. Deze is dus net iets goedkoper gemaakt. En ja, je hebt die dus in 23 mm, wat deze is. Je hebt die in 35 en ook in 50 mm. Toegeven, in 16 mm die ga je die niet vinden. En ook de 56 heeft geen F2 variant. Maar eigenlijk als we dan die compactere, dus dat is al één voordeel, het feit dat die compacter is, lichter. Die heeft ook een snellere focus, dus de interne motor is recenter. En kan gewoon veel sneller de focus vinden dan die oudere lenzen. Deze kunnen soms wat op zoek gaan naar de juiste focus, wat heen en weer beweging, plus ook veel meer geluid maken bij het focussen. Deze maken minder geluid tijdens het focussen, dus ook voor video's zijn deze eigenlijk geschikter. Ze zijn ook weersbestendig, wat de oudere varianten niet zijn, dus ook een groot pluspunt. En dan heb ik nog een ander specifiek voorbeeld. Als we de diafragma ring, dus dit hier, van de nieuwere lenzen is die veel stroever en moet je echt wel een bepaald diafragma kiezen en is er veel meer kracht nodig om een ander diafragma in te stellen. Er zijn nog altijd evenveel tussenkliks en dergelijke meer, dus dat is niet anders. En op zich kun je het nog altijd snel verzetten, maar het gaat gewoon iets stroever dan de oudere lenzen. Waarbij, als je hier kijkt, gaat dat eigenlijk heel vlot. Maar dat is naar mijn mening iets te vlot. Je kan per ongeluk, als je aan het scherpstellen bent of je stoot tegen een lens, kan je per ongeluk je diafragma verzetten en zo verkeerde belichting bekomen. Dat hebben die twee andere lenzen ook trouwens. Dus de 16 mm f1.4 heeft diezelfde, naar mijn mening, veel te losse diafragma ring. En ook de 56 1.2 heeft een, naar mijn mening, veel te losse diafragma ring. Maar goed, die hebben een andere sterke kwaliteit, waardoor ik die lenzen alsnog wil en in mijn bezit heb en hou. Maar dan denk ik dat we alle voor- en nadelen besproken hebben. Dus als we kijken naar de compacte, goedkopere, snellere focus, iets minder lichtsterk, maar wel ook weersbestendig, dan is eigenlijk in bijna alle situaties dit de beste optie. Het is enkel wanneer dat je kost wat kost net iets scherper beeld moet. Maar ik zeg het, de verschillende beeldkwaliteit ga je enkel zien als je die twee echt naast elkaar past. Als je die of die alleen bekijkt, dan ga je nooit niet verschil merken. Want deze is zeker niet slecht. Het is zeker geen onscherpe lens ofzo. Die is nog altijd stukken scherper dan die zoomlens. Maar dus de reden om deze toch eventueel te verkiezen boven de goedkopere is het feit dat ze net iets scherper zijn, maar dat is een miniem klein verschil. En het feit dat die lichtsterker is, dat is wel een groot verschil. Dus die gaan naar 1.4, terwijl deze bij F2 stoppen. Zo, hopelijk was het nuttig en tot de volgende.